Rachel Hazes lijkt momenteel verwikkeld te zijn in een dubbele strijd. Niet alleen bevindt ze zich in een conflict met haar zoon André Hazes junior, maar ook is er ophef met haar horecaburen in het Spaanse Torremolinos. Dit zijn toch echt bizarre tafreelen, klinkt het in de media. Steeds meer tekenen wijzen erop dat het niet goed gaat met Rachel Hazes, die inmiddels een reputatie heeft opgebouwd als iemand die vaak conflicten zoekt. Maar wat ze nu doet, lijkt werkelijk alle grenzen te overschrijden. Naast de juridische actie tegen haar zoon, waarin ze eist dat hij stopt met de naam André Hazes te gebruiken, is ze nu ook verwikkeld in een felle ruzie met haar buren in Spanje. Sinds dit jaar runt Rachel een restaurant in de wijk La Carriuela in Torremolinos, een buurt die bekend staat om zijn volkskarakter. Pal tegenover haar zaak, Casa Hazes, bevindt zich het café gewoon doe, dat al jaren een aantal foto's van André Hazes op de ramen heeft hangen om het Nederlandse karakter van de zaak te benadrukken. Deze foto's zijn echter recentelijk afgeplakt door een medewerker van Casa Hazes, zoals te zien is op beveiligingsbeelden die het café op Facebook heeft geplaatst. De timing van dit incident is opvallend, aangezien gewoon doet tijdelijk gesloten is vanwege familieomstandigheden. Volgens de eigenaar van het café is er nooit eerder een probleem geweest met de foto's van André Hazes. Toen ze het café begon, had ze contact gezocht met zowel André, Roxane als Rachel, maar kreeg daar nooit enige tegenwerking op. Sterker nog, Rachel had haar zelfs een bericht gestuurd waarin ze haar succes wenste en aangaf geen problemen te hebben met de foto's. Toch lijkt Rachel haar mening inmiddels veranderd te hebben. Volgens Evert Santegoets, hoofdredacteur van Privé, die in shownieuws over het incident sprak, is het vrijwel zeker dat Rachel achter deze actie zit. Ik wist niet wat ik zag. Ineens komt er iemand aan en begint al die foto's van André Hazes af te plakken met vuilniszakken. Aangezien het de medewerker van Kassa Hazes betreft, lijkt het er sterk op dat Rachel hier opdracht voor heeft gegeven. Ook Dianta Broeks, presentatrice van Show News, denkt dat het overduidelijk is dat Rachel de aanstichter is van het conflict. Het lijkt erop dat de relatie met haar buren flink bekoeld is, zegt ze. Naast dit conflict is Rachel ook in opspraak geraakt door uitgelekte informatie waarin ze haar langlopende veten met Yvonne Koldewijer naar een nieuw niveau zou willen tillen. Ze zou Kolderweijer even terug bij start willen zetten in een symbolisch ganzenboordspel van wraakacties. Dit plan wordt door velen als absurd bestempeld. Bij RTL Boulevard wordt de actie van Rachel als verregaand beschouwd. Lucky Kink, presentator van het programma, stelt dat Rachels gedrag steeds extremer lijkt te worden. Dit gaat wel heel ver, aldus dus Kink. Kortom, het lijkt erop dat Rachel Hazen zich steeds verder isoleert door haar escalerende conflicten, zowel privé als zakelijk. De reputatie van Rachel als ruziemaker krijgt hierdoor nog meer gewicht, terwijl de situatie met haar zoon en buren blijft sudderen.